2-4. Justin uiteraard, zou die het nog halen? Jazeker. Die mag ook nog door. Volgende jongens, 12 jaar. Probleem in de eerste bocht, maar ja, we gaan gauw verder kijken. En ik zie hoe ver zit het. Dan zie je zit Mika Paulsma, die volgens mij op de eerste plek zit. Wie zit er op de tweede plaats hier nou? Is 3 tegen 1. Dat is Rick van Essen. Maar ja, het gaat een beetje natuurlijk om de vierde plek. Want die strijd is groter. Daar hebben we nog zeker 3 voor. Dus Mika Paulsma wordt zeker eerste, maar nu gaat het erom spannen.